De COVID-19-besmettingen blijken vanaf het afgelopen weekend nog razendsnel toe te nemen. Hoewel de regering vanaf 31 mei een totale lockdown heeft afgekondigd, vertonen de gevallen nog geen dalende trend. Dit zegt urgentiespecialist Shifayit William. De medicus zegt dat de situatie in de ziekenhuizen veel erger is dan wat de samenleving denkt. Ik heb afgelopen weekend zelf dienst gehad en eigenlijk in tegenstelling tot wat we zien bij de lockdown is dat de aanmeldingen op de spoedeisende hulp zoals regulier als COVID alsmaar blijven toenemen. Lijkt of men het nog niet doordringt bij de samenleving. We volgen dagelijks hoeveel doden er dagelijks vallen. En het zijn geen oude mensen, het zijn heel jonge mensen. Zorg voor heel veel gezinsontwrichting, heel veel leed, heel veel verdriet. Maar dat is de situatie, de cijfers liegen niet. En ik zou nu maar zeggen dat dit maar een fractie zal zijn van wat daadwerkelijk komt te overlijden aan COVID. Veel mensen laten zich nog steeds niet testen. Is er ook nog een geval gehad waarbij de familie gewoon weigert om toe te geven dat de patiënt overleden is aan COVID. Maar dat is gewoon de realiteit. Dus ik denk dat dat nog moet gaan doordringen bij de samenleving, wat eigenlijk nu de stand van zaken is. William vindt het recordaantal van 11 coronadoden van gisteren verschrikkelijk. En het zou best kunnen dat dit niet eens een reflectie is van de realiteit. De kans bestaat volgens de specialist dat het aantal COVID-slachtoffers groter is dan wat officieel is vastgesteld. Die 11 ook niet de absolute aantal zullen zijn. Er zullen ook hoeveel thuis overleden zijn die eigenlijk nooit getest zijn geworden. Dus 11 zal maar een topje van de ijsberg zijn, om het zo uitdrukken. De IC is nu bomvol. Er is geen doorschuifmogelijkheid. Mocht je onverhoopt in een reanimatiesetting terechtkomen, kunnen we je niet reanimeren omdat er nog geen plek is op de IC. Je gaat helaas overlijden. William zegt dat vaccineren de enige manier is om uit deze vreselijke COVID-toestand te komen. Hij verwijst naar de massale vaccinatiecampagnes in het buitenland, die heel succesvol zijn. De specialist vraagt de gemeenschap zich te laten inenten en thuis te blijven tijdens de lockdownperiode.